Nou, hoe is het ijs? Het is fantastisch. Het ijs is spekglad, mooi donker ijs. Het kraakt alleen wat, hè. Het zinkt erover. Het is dus eigenlijk prachtig. Het liefste zou het er iets moeten aandikken. Dat heeft u enig idee van hoe dik het ijs is? Ik denk een centimeter of vier. Centimeter of vier? Ja, als ik zo die barsten zie, dan denk ik een centimeter of vier. Ja, ja. Nou. En waar komt u vandaan? Epe, Emst. Dus hoe is het nou zo snel dan dat het ijs... Nou ja, de vijver ligt dicht. En dan kun je meestal hier gaan schaatsen, althans het proberen. Het is ook wel eens hier dan voor aap gaan. Maar prachtig, we genieten ervan, heerlijk. Het is wel een hele belevenis zo, hè, de eerste keer. Het is meesterlijk, meesterlijk. Hier op natuurreis, niet op de ijsbanen, maar gewoon echt natuur, midden in deze prachtige natuur. Ja. We hopen dat we van het jaar nog vaker, of begin volgend jaar, er vaker opkomen. En dan bijvoorbeeld ook richting Giethoorn hebben. Prachtig daar tussen de rietkragen in. Fantastisch. Heerlijk. Dankjewel, nog veel plezier. Bedankt. Is dat kleurhaanwijn of zoiets? Kleurhaanwijn? Oh, dat is een ouderwetse chocolademelk. Ja, met rum. Maar u komt hier vandaan? Vanuit Elburg? Kampen. Ja. Maar ik ben geboren hier op Veluwemeer. Ik ben er 5 keer doorheen gezakt hier. Dus zo. Ik ben ook een oud kampenaar. Oh ja? Ja. Geboren. Hey, praat je vaker? Ben je klaar? Nee, ik maak je klaar. Ja hoor. Er moet nog wat gebeuren. Nee, we inderdaad. Wat moet er gebeuren dan hoor? Vanuit huis bij Roma en IJsselkamp. En toen ging ik de stad. Dat is ook handig hoor. Dan niet met SGH hoor. Nee. Dan moet je broer. In de Leidse of nee? Ja, wel zoiets. Ja, dat is het doel van het. Mijn zwager is op een schoonstuk van het tegenover. Dat is een gevaarlijke buurt. Als je daar woont. En dan moet het wel.